leuk zit. Ja. Wel leuk zijn, hè? Hoe zitten we dan? Heb je meegedaan met de villa? Hey, mooi. Sterren voor de villa. Als op een filmset gaat. Hier zitten we weer. Gewoon nu niet kan filmen. Om te draaien molen. Oh, lekker zomer. Liggen nou plassen water. Schatje? Oh, wat een schat. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Benninga's familievloggers. En wij zijn nog lekker in ons bosrijk huisje in de Efteling. Want Lucilla die speelt hier mee in een nieuwe film. Expeditie Vos gaat die heten. En die komt eind december in de bioscoop. En er zijn nu opnames door de hele Efteling heen. Ja, goedemorgen Luxie. Hallo. Wat ben je aan het doen? Luxie is aan het spelen met een knuffeltje. Kijk, hier hebben we er. En dit is Saar. Die speelt vandaag weer in de film in een rol, een rolletje. En volgens mij mogen mama en papa en Luxie vandaag figureren in de film. Weet je wat dat is? Nee. Dat betekent dat mama en papa... Oh, wil jij dat vertellen? Nou, wat is figureren? Nou, dan loop je op de achtergrond. Ja, inderdaad. Dus dan lijkt het in het park dat er allemaal mensen zijn. Maar die mensen zijn figuranten. En dat mogen wij vandaag ook gaan doen. Dus weer een hele leuke nieuwe dag vandaag. Waarin we dus weer gaan draaien achter de schermen. Gaan vloggen voor jullie achter de schermen. Hoe het is bij de filmopname. Maar voordat we naar de set gaan. Waar Lucilla zich zo meteen weer helemaal in de make-up gaat doen. En daar moet helemaal gaan omkleden. En dat ze weer helemaal saar wordt. Gaan we eerst eventjes lekker ontbijten. Is je er ook weer bij klaar voor? Vandaag gaan we ook meespelen. Hè? Ja, figureren. Gaan figureren. Ga je zo in je... Dat regent pijpensteen. Na een nieuw outfit. Heb je gehoord? Het regent hard. Nee, ja, ik heb niet gehoord. Maar... Ja, het regent heel hard buiten. Kijk, dit is het weer vandaag. Ja, moeder is weer lekker de bal. Lekker. Luxie met een rammetje. Ja, ik zeg een rammetje. Luxie zit hier even lekker voor de tv met een wat besjes lekker op te eten. Luxie. Luan die is volgens mij aan het knuffelen met de hondjes. Oh, Pipje. Goedemorgen, Pipje. Heb je lekker geslapen? Woezel die denkt, het is nog veel te vroeg. Ik slaap nog. Of Woezel die heeft een nachtdienst gehad. Die heeft op 3 uur zag hij een konijntje lopen. Toen moest vader er even uit. En Woes, dus Woezel heeft een kater. Hé, jongen? Heb je ook lekker geslapen, jongen? Ja. Heb je er zin in vandaag? Ja. Vandaag gaan we figureren, jongen. Ja. Spannend, hoor. Ja, spannend. Gaan we met z'n allen naar de set. Ja. En papa die is nog even lekker een spelletje aan het spelen met Luxie. Met Lucilla, sorry. We hoeven de haartjes niet in de staart of wat dan ook te doen. Want dan wordt ze helemaal gedaan straks in de make-up. Als een echte actrice. Hè, Sil? Oké, wij lopen weer door het park. Luan en Daniel die hebben een golfkarretje te pakken, dus die rijden daarmee. Maar ik heb de grote kinderwagen, dus ik loop even heel snel met de meisjes. Hun zitten in ieder geval een beetje droog, maar het regent heel hard. Ik hoop dat het vandaag nog iets mooier wordt dan dit. Want dit is echt helemaal niks, dit. Maar goed. Ben je er een beetje klaar voor? Ja. Ja? Ik ben benieuwd. Het kan ook wel lekker weer zijn. Zo, we zijn weer aangekomen bij de garderoben. En Lucilla, die krijgt vandaag weer haar Saar-outfitje aan. Ja. Haartjes moeten ook nog even gekamd worden. Ja. En Luxie komt ook weer even kijken. Oké, okay, handjes omhoog. Hoi, schatje. Lucilla die blijft hier eventjes in de make-up. Ze gaan zo haar haartjes heel erg mooi doen. En een vlechtje weer mooi in je haar doen. En mama, papa, Luan en Luxie die gaan nu naar een set waar ze de figurantenrol gaan opnemen. Dan zie je ons misschien straks ook nog eventjes in de film. Dat zou wel heel leuk zijn, hè? Zitten we allemaal nog in de film? Als je heel goed kijkt. Heel goed. Je zit niet overal in de film? Nee. We zitten af en toe een beetje door de film heen als een soort bezoekers in het park, zeg maar. Hebben we wel een vriendinnetje Fien en Teun? Ja. Teun komt zo ook. Vleesje heet hij, hè? Het echt. En Fien ook. En dan blijf je even hier lekker spelen. Kun je even lekker kleuren. Ja. En dan komen we straks weer terug bij elkaar, ja? Dat en dan ben jij straks weer aan de beurt. Ja? Ja, Luxie mag mee. Luxie mag ook mee in de film. Ja. Ja. Goed, dag, schatje. Blijf dit bij jullie. Doei, schatje. Doei. Nou, gaan wij nou naar de set? Waar zitten we dan? In het golfkarretje. Het regent pijpensteen. Ja. Alleen mogen nu ook mee figureren, Luan en Luxie. Ah, leuk, hè? Ja. Dat het heel goed gaat. Dat is wat Lucilla nu al 2 dagen doet. Dat mogen wij nu ook meemaken. Ja. We hebben wel gelukkig binnenscènes, dat scheelt. Ja. Want het regent pijpensteen. We worden gelukkig weer gechauffeurd. Dus we gaan beleven. Ja. Dag, Luxie. Ja,
Zin in, hè? Ja. Dus je gaat ook meedoen. Dat is. Hop, dames en heren. Zo, we zijn aangekomen. We zijn lekker binnen. We zijn aan spelen. Ja. Ik ben benieuwd waar wij te zien gaan. Nu dan, hier gaan we figureren. Ja. Leuk, hè? Maar het is hier gelukkig door. Kijk, daar schijnen ze weer een zonnetje, zie. We hebben net de instructies gekregen hoe we moeten lopen. En ze gaan nu beginnen met de opnames. Daar, kijk. En daar. Dus even langs lopen. Hé, hey, Luxie. Heb jij meegedaan met de film? Ja. Graag herhalen. Daar gaan we kijk weer. Kijk niet in de camera. Was dat nou verkeerd? Dat is gek, hè, Luan. Hé. Hey. Hey. Zeggen ze dat je niet in de camera mag kijken. Nee. Omdat je normaal gewoon langs loopt dan, hè? Ja, want anders denken ze achter, want dan denken ze in de vlog. Oh, dat is gewoon een camera, ze filmen. Ja, precies. Ja. Net alsof doen dat er geen camera is. Dat is echt werk, hoor. Dat is iets anders dan zo'n camera natuurlijk, hè? Ja. We kregen een hele route die we moesten lopen. Ja, en dan is het benieuwd in welk shot je ergens op de achtergrond te zien bent, hè? Ja. Dat is door me afwachten. Ja, je moet het net weten, denk ik, dat we daar langs liepen. Maar wel leuk om even zo te zien. Ja, Luxie vond het ook leuk, Luxie. Ja. Wij verlaten het station hier achter me, waar de scènes zijn opgenomen net. We volgen de camera. En we volgen de cameramannen, kijk daarvoor. Ja. Want die gaan nu weer naar de volgende scène. En daar speelt Lucilla ook haar rolletje in, ergens. En als het goed is, moet Lucilla daar ook zijn. Dus wij lopen daar nu naartoe, want we mogen daar weer een figurantrolletje spelen. Luxie kijkt de oogjes uit, ja. Die vindt alles prachtig. Daar sta je normaal gesproken helemaal niet bij stil. Maar zo'n hele cameraploeg, die moet natuurlijk van locatie naar locatie lopen met alle zware apparatuur. Dat is niet niks. Helemaal niet in de regen, jongens. Als een grote prinses. Hallo, liefie. Zit jij bij de grote broer op de dek? Hey, mooi, Sil. Nou, dan lopen we met z'n allen naar de set toe. Ja. Dat is haar broer in de film, hè? Ja. Ja, dat is... Ben je weer mooi opgetit? Ja. Als Saar? Ja. Nou gaan we met jou mee figureren, hè? Dan is hier een scène voor Lucilla. Ja. Nee? Het is tot de lunch, hè? Je kan altijd meelunchen. Dus ja, de locatie kan ook wel een andere keer. Ja. Dus. Kijk, en als je benieuwd bent hoe ze aan de sneeuw komen. Zo wordt dus de sneeuw er neergelegd. Zie je dat? Je denkt van, hé, lekker, we kunnen sneeuwballen gooien, maar het is gewoon nep sneeuw. Met een spuit, die moeten we thuis ook hebben voor in de tuin. Oh, een lekker koekje. Ja, zo, nou Lucilla, even gezellig bij jou op zitten. Ja, Lucilla is hier met de crew en de tekst leren. Nou, wij mogen hier even droog zitten. Oh, Lucilla is even aan het kijken hoe ze de tekst aan het oefenen zijn, Sil. Ah, oh, Sil heeft helemaal zijn grote broer in de film gevonden. Onze figurante plek. Ja. Kijk, papa en Luan die zitten hier. Even doen alsof we, hier aan een tafeltje kijken. Zitten. Luxie werd een beetje moe, dus ik heb even de kinderwagen opgehaald. Ja, ik zit gewoon met de kinderwagen in de figurante rol. Dat kon gewoon. En Lucilla gaat in deze scène dus spelen. En ik weet even niet waar ze is. Maar ze komt daar aanlopen. Oké, okay, ga eens even kijken hoor waar ze is. Daar komt zo meteen een scène. Daar gaan ze zo filmen. Ze zijn even alle tafeltjes en dingetjes in het schoonmaken. Want het is natuurlijk alles is helemaal nat. Ja, en ook zelfs met filmopnames heb je het weer niet altijd in de hand. We staan nou hier even te schuilen. Kijk, daar staat voor de rest van de film allemaal. Daar.
Maar het begon keihard te regenen, dus we zijn allemaal snel hierheen gegaan. Luxie ligt uit te slapen in de kinderwagen. Omdat we nu even moeten wachten tot de regenbui over is. We kunnen veel regisseren, maar niet het weer. Nee, het weer kun je niet regisseren. Zelfs op een filmset gaat dat niet. Dus we moeten nu allemaal even schuilen en dan gaan we zo meteen verder met de opnames. Lucella die staat trouwens daar, bij de rest. Kijk, wat ze nu gaan doen, dan gaan ze met al die doekjes, gaan ze heel snel die tafels even poetsen. En dan hier moeten we nog poetsen. En als het dan droog is, dan moeten we heel snel hier gaan zitten. En dan is het droog, kunnen ze filmen. En dan hopelijk hebben we nog geen natte billen. Geen natte bubs. Daar loopt Lucella weer. Dag Lucella. Lucella. Dag. Hier zitten we weer. Is er een draaien? Maar... Opname. Volgens mij valt deze scène toch een beetje in het water. Proost. Kijk, Lucella die is daar. Daar gaan ze weer draaien. We zijn nu dus weer gestopt, omdat het weer heel hard ging regenen. En Daniel die had de paraplu op. Oh, heeft nog iemand de paraplu op? En dat moet lijken op in de film, want het niet regent natuurlijk. Dus dan moet je weer overnieuw. Maar het begint nu weer heel hard te regenen. Ik ben blij met de paraplu. Dus kijk, daar staan ze nu dus even allemaal te schuilen onder de paraplu. Lucella staat daar ook ergens tussen. Omdat ze gewoon nu niet kan filmen. Nou, ze zitten weer. En ze vindt het me allemaal heel interessant. Die moet ook een beetje ronddraaien op de achtergrond. En wie zit hier in de figurante draaimolen? Luan! Nou, ik ga mama erbij komen zitten. De draaimolen, doeg papa, die staat daar. De draaimolen, die moeten ze een beetje ronddraaien voor de film. Ja, zo'n draaimolen zonder iemand erin is natuurlijk niks. Dus wij zitten er lekker in, hè? Terwijl wij hele koude handjes hadden, heeft Lucella helemaal geen last van koude handjes, want dat heb je daar vast. Dat is een heel gek zakje en als je in dat zakje knuipt, krijg je dus warme handjes. Dat is handig. Ja. Dat is een trucje van op de set volgens mij, hè? Ja. Je hebt hem in je jaszak als je koude handen hebt, dan doe je gewoon je handen even in je zak. En dan heb je lekkere warme handen weer. Ik heb het wel een beetje koud in huis. Ja, en dan doe je ze, kijk eens, een heel gek zakje is dat. Dan moet je in knijpen. En als je erin knijpt, wordt hij dus warm. Ik weet niet precies wat erin zit. Ik weet ook niet wat erin zit. Heel of bijzonder. Opmaken? Hè? Nee, laat hem maar dicht zitten. Laat hem maar wel dicht. Als je nou op de grond houdt, dan is het overal warm. Ja, dan is het overal warm. Ja, en dat moeten we niet hebben, want het is een winterfilm, hè? Mijn man. Ja? Het wordt lekker zomer. Ja, dan wordt het lekker zomer, ja. Zag je toen straks ook dat het heel hard regende op de set? Ja. En hagels. En hagel. Had je ook hagelsteentjes gevoeld? Ja, maar ik heb ook een keer... Wat had je gedaan? Had je ze opgegeten? Allemaal. En stond de film er wel goed op dan? Had je niet nat op de film? Je moet net alsof doen dat je niet nat werd, hè, op de film. Want het regent niet in de film. En toch regende het. Dat was gek. Wij werden nat. Er liggen overal liggen nou plassen water op de set. Zie je dat? Ik wil heel graag in die draaimolen. Daar zo. Zie je? Ja. En daar wil ik heel graag in. Ja, en dat hebben we afgesproken. Als Lucella zo meteen klaar is, dan mag Lucella een rondje in de draaimolen, goed? Ja. Ze waren dus weer met de scène bezig, maar nu begint het weer te regenen. Dus nu moeten de paraplu's weer bijgehaald worden. Ook de camera's natuurlijk, die moeten weer met plastic bedekt worden, dat het niet helemaal nat wordt. Dus het is nog wel een dingetje dus tussen de buitjes door om de scènes op te nemen. Kijk, hier staan ze allemaal met paraplu's overal omheen. Ralf is heel knap. Nee. Wat dan? Terwijl ik echt
ijskoude handen hebt en een beetje vernikkel van de kou. Blijft Lucilla lachen en er plezier in hebben. En gaat ze gewoon door met draaien. De parapluutjes af en toe erbij. En de laatste scènes die worden nu opgenomen. En dan gaan we lekker warm terug wat eten. En naar regen komt altijd weer zonneschijn. Zo, ik zie hem eens kijken. Wil je een balletje? Even kijken. Nou, ze hebben hier allemaal lekker vers brood, bolletjes, beleg, saucijzenbroodjes. Nou, eet smakelijk. Hey, Lucilla, welkom terug. Lekker broodje eten? Ja, even lekker. Broodje eten en een mooie. Lekker, lekker. Lucilla heeft haar eigen hagelslagbroodje gesmeerd, hè, Sil? Dat smaakt wel eens, schatje. Dat smaakt wel. Ondertussen is het weer helemaal lekker opgeklaard. De regen die is voorbij, de zon die schijnt weer. Lucilla die hoeft nu niet meer op de set te zijn, dus we zijn al lekker vrij. We hoeven nu niks meer te doen. Maar we hadden weer beloofd dat we nog even lekker door het park zouden gaan lopen. Omdat ze natuurlijk ook leuk vindt om in de draaimodus te gaan. En de zweefmolen en al dat soort dingen. Dus gaan we nog even lekker door het park, hè? Ja, de zweefmolen. Samen met mij in de zweefmolen. Ze hebben de zweefmolen al gezien. Zonnestraaltje en regendruppels. Waar gaan we nu heen? Nee, de glijbaan is nat. Daar kunnen we niet vanaf. Hier kunnen we misschien wel naar binnen. Mama. Daar. Ja. Ga maar kijken. Wat is dit? Wespen. Vaak ze op boven gingen kijken wat ze zochten.
ons huisje. Home sweet home. Oh, hebben ze jouw sok gevonden? Ik zie het, Woezel. 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 Kijk, heeft hij jouw sok gepakt? Woezeltje, oh, hij is zo blij. Nu is ze zo blij. Gaan we even lekker wandelen met jullie, hè? Ja. Zo, en we zijn weer in ons huisje. En de meisjes gaan even lekker kleien. En ze hebben al hele mooie kleidiertjes gemaakt. Kijk, dit is een klein poesje. En een hondje, ja. Die. Luc ziet dit ook mee, die vindt het ook hartstikke leuk. Het is een soort dierendoktersetje die je voor je verjaardag had gekregen. Van je vriendinnetje, hè? Op je kinderfeestje. Ja, dierendoktertje. Kijk, hier moet je de diertjes mee beter maken. Kijk, deze. Een soort dierendokter dingetje. Dan halen we hem uit het vormpje. Oh, daar haalt Luxie hem uit het vormpje. Kijk, wat hebben we hier? Dit is een waf-waf. Zie je dat, Luxie? Dat is waf-waf. Zo vermaken we ons toch wel, hè? Ja. Ja. Vanavond eten we lekkere aardappeltjes met lekkere kippetjes erbij. En wat doppertjes van worteltjes. En het ruikt wel heerlijk, dus we kunnen zo lekker aan tafel. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de... duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik hieronder op het belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog, want we gaan nog niet naar huis. Tot morgen, doeg! Voeg je hart, bonbon mee, feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bonbon mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, bonbon, bonbon, bonbon mee. Dans mee en blijf in